Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Instituut First Lady doneert aan verpleegkundigen Wanika Ziekenhuis. Goede communicatie noodzakelijk voor succesvol slagen diaspora-projecten. Minister Ramsaran gaat in op kwestie BASO en BZV-kaarten. En minister Matura over personeelszorg binnen Defensie. Het instituut van First Lady Melissa Santokisina Sherry heeft op dinsdag 19 januari 2021 een donatie gedaan aan de verpleegkundigen van het regionaal ziekenhuis Wanika. De werkers hebben in het kader van hun bijzondere inzet bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie een waardering gehad namens de presidentsvrouw. Wij laten u de volgende beelden zien. We zijn vandaag hier namens de First Lady om aan het COVID-19 zorgpersoneel van het regionaal Wanika ziekenhuis een geste te doen in de vorm van brownies en fruitbakjes. Directeur, ik mag u zeggen, de First Lady heeft de brownies zelf gebakken, de fruitbakjes in elkaar gezet en dit alles doet ze als steun, als dank voor het zorgpersoneel dat u hier heeft en uw team. Terwijl wij dus nu hier staan, directeur, wordt de Facebookpagina van de First Lady gelaunched. En daar meteen ook de videoboodschap dat zij dus inspreekt, die zij inspreekt voor uw zorgpersoneel en het team en ook de overige COVID-19 zorgverleners. Verder wil ik u en uw team God zegen toewensen namens de First Lady en hun moedigen het werk te blijven doen, het beste beentje voor te zetten met alle liefde en alle zorg. Ten eerste wil ik de First Lady natuurlijk hartelijk danken voor deze gesten. Het zorgpersoneel zet zich elke dag in om natuurlijk de zorg voor de patiënten hier te garanderen. En we weten dat natuurlijk, kijk, we zijn natuurlijk blij dat de First Lady dit ook erkent en weet hoe hard men zich inzet om deze zorg te kunnen verlenen. Ook wij van de directie zijn het overig personeel heel erg dankbaar voor hun inzet, onder welke omstandigheden ze blijven doorwerken en hun beste beentje voortzetten. Het is heel zwaar. Het is heel zwaar, het is heel moeilijk. Vandaar ook dat we dus steeds ook een beroep doen op de samenleving om de maatregelen te volgen, zodat eigenlijk de cijfers nog steeds, weet je, een beetje laag blijven. Nogmaals, mijn dank is groot. En wij zullen samen natuurlijk met het zorgpersoneel ons elke dag blijven inzetten. Nou, het is niet de eerste keer dat de First Lady ons eigenlijk aanmoedigt om het werk te doen in de vorm van bepaalde donaties. Ze heeft, vandaag heeft ze ons verrast met fruitbakjes en brownies voor het personeel. Daarvoor heeft ze ook heel vaak medical equipment, alcohol gedoneerd voor het ziekenhuis om natuurlijk het werk hier te doen. En we zijn natuurlijk heel dankbaar dat de First Lady natuurlijk ons die ondersteuning blijft geven op elke vorm dan ook. Ik werd dus gebeld door het bureau van de First Lady. Hij werd dus gevraagd van, wat is uw personeelsbestand, meneer Van Genderen? En zolang ik zo'n telefoontje krijg, weet ik van, we gaan zeker iets krijgen. En we hebben het personeelsbestand opgestuurd. En de volgende dag werden we gebeld dat de First Lady zelf langs zou komen. Maar we begrijpen dat ze er vandaag niet bij kan zijn. Ze heeft natuurlijk ook andere verplichtingen. Maar hiermee heeft ze ons echt, ze heeft ons het personeel in elk geval heel blij gemaakt.
Kijk, de cijfers die worden elke dag gepubliceerd. Dus ik denk dat de totale samenleving daarvan op de hoogte is. En dat er dus elke dag keihard wordt gewerkt. Niet alleen in het regionaal ziekenhuis Wanikala, maar dat duidelijk zeggen. Ook de collega-ziekenhuizen, het AZP, het Slaanziekenhuis, het Visage-ziekenhuis, noem maar op. Zijn dus nu ook belast met COVID-zorg. En natuurlijk, het werk is heel zwaar. De druk op het personeel is heel groot. Ik had het vanaf het begin ook aangegeven toen wij dus op de grens zaten van de tweede uitbraak. Dat we het eigenlijk niet aan kunnen, omdat het zorgpersoneel al alles heeft gegeven. En dus ook vanuit de kant van de directie danken we natuurlijk het personeel en proberen we ze elke dag aan te moedigen om het werk voor te zetten. En ik mag niet jokken, ze doen het uit hun hart. Het zorgpersoneel doet het echt uit hun hart, anders zouden we vandaag niet hier kunnen staan. Kijk, u merkt zelf hoe de cijfers stijgen en soms een beetje een dalende trend vertonen. Maar dat ligt helemaal aan je eigen verantwoordelijkheid. We roepen de bevolking, de samenleving nog steeds op de maatregelen te volgen. Toch? En we weten dat het soms ook heel zwaar kan zijn en dat het een beetje te veel wordt. Maar het is ter bescherming van jezelf en je geliefden. En ook voor ons als de cijfers dalen. Elke dag, gelooft u me, om 5 uur, 6 uur zitten wij als leidinggevende en het zorgpersoneel te wachten op de cijfers van hoeveel hebben we vandaag, hoeveel hebben we vandaag. Om te kijken hoe wij dan de zorg gaan indelen. Hoe de mensen worden ingedeeld om te gaan werken. En als we zien dat het natuurlijk een laag cijfer is, zijn we allemaal een beetje opgelucht. En weten we dat natuurlijk de samenleving ook hieraan heeft gewerkt. Maar gelooft u me, we doen het samen met ieder. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanaf de persoon die schoonmaakt, tot de persoon die voor een winkel staat of iets gaat kopen. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het gevecht tegen COVID-19. Als zorgdirecteur wil ik u ook dit namens de First Lady aanbieden. Ja, ik zou zeggen hartelijk dank. Ik vind het een heel mooi gebaar. Zal zeker het personeel goed doen dat ze gewaardeerd worden, ook door de First Lady. En voornamelijk het feit dat ze zelf heeft staan bakken, denk ik dat ze dat erg zullen waarderen. Dank u wel. Nou, als we kijken naar de stijgende cijfers, dan weten we dus weer dat de zorgverleners enorm hard moeten werken. Vandaar dat de First Lady dus gedacht heeft om de zorgverleners in deze moeilijke tijd, eigenlijk bij de stijgende cijfers, ook te bewijzen dat ze hun in gedachten heeft en dat de First Lady ze dus wil aanmoedigen met deze gesten. Verder wil ze dus ook middels dit haar dankbaarheid tonen aan dit team, aan het zorgverleners. En we moeten erbij vermelden dat we dus begonnen zijn bij het Wanika ziekenhuis, maar dat we dus de andere ziekenhuizen waar de COVID-19 patiënten verzorgd worden, ook zullen aanbieden. Om de diaspora-projecten te doen slagen, is een goede communicatie tussen het Surinaamse Diaspora-instituut en het Diaspora-instituut Nederland van eminent belang. We moeten eenvormig gaan communiceren, hier en ook daar. Het instituut in Nederland zal duidelijk moeten communiceren met de groepen daar. Dit benadrukt Henry Ory, voorzitter van de presidentiële commissie Diaspora-Kapitaal en Diaspora-Bank. We hebben van de president gehoord dat hij graag toch een toelichting wilde hebben voor het werk dat dus gedaan is door de commissie. En dat hebben we vandaag met hem gepresenteerd en van gedachten gewisseld. Immers, zo'n rapport is van ingrijpende vorm van ideeën. Maar hij wilde praktische aantal dingen weten. We hebben dat in een korte presentatie gedaan en hebben we toelichting kunnen geven op een aantal vragen waar hij toch wel toelichting wilde hebben. Ja. Welke toelichtingen zijn er geweest? Nou, in elk geval, hij vindt belangrijk dat diaspora-beleid waarmee hij al een hele tijdje bezig is, we kennen hem vanaf 2011, zodat hij serieus dat onderdeel heeft gemaakt van zijn campagne en ook nu van zijn beleid waar hij zelf sturing aan geeft, om inhoud te geven. En hij is nu erg betrokken bij de voorbereiding van een bezoek ook aan Nederland, in combinatie met waar hij meer inhoud geeft aan het diaspora-beleid. Dus hij wil precies weten welke aspecten van het rapport van belang zijn. We hebben aangegeven dat één, voor we diaspora-beleid echt in de volle omvang kunnen implementeren, moeten een paar dingen gebeuren. We hebben gewezen op een aantal wetgevingsaspecten, harmoniseren van de wetgeving. We hebben gewezen op zaken die met compliance te maken hebben. Die wereld waar geld en kapitaalverkeer zit nu vol met hele strenge eisen, nationaal, internationaal. En vooral
kapitaal waarvan de achtergrond heel onduidelijk is, kan niet zomaar verplaatst worden van één land naar een ander land. Daarnaast hebben we gewezen op een aantal randvoorwaarden die te maken hebben met communicatie, met skills. Wij gaan natuurlijk, als je diaspora-beleid, we zien dat Nederland de grootste plek is, maar over de wereld heb je nog meer plukjes van Surinamers. Dus dat betekent, wij focussen nu even op Nederland, maar tegelijk vergeten we ook niet dat in andere landen, andere gebieden ook Surinamers zijn, die ook aandacht behoeven. En van belang is dat die communicatie aan beide kanten verbeterd moet worden. Er zijn imageverschillen. We moeten Suriname beter branden. U weet dat er van alles is gebeurd de afgelopen jaren. Beelden, verwrongen beelden. En dat maakt dat sommige mensen sceptisch zijn. En dat ze zeggen, ja, wie gaat nou zijn geld investeren in Suriname? En als dat soort beelden niet gaan veranderen, het image, de branding van Suriname, betekent dat je ook schipbreuk gaat leiden om, laten we zeggen, diaspora-beleid, goedkoop kapitaal, hier investeren in projecten, overheid en ook de bedrijfsleven, publiek-privaat dus, ga je dus niet krijgen of het gaat stagneren. Dat heeft hij ook goed begrepen en het is ook zijn aandachtspunt. Ongeveer in de media. En daarom vindt hij het ook belangrijk van gebruik te maken als hij daar is. Om ook met groepen te praten. Hij vindt het te beperken voor zichzelf. Heeft ook aangegeven dat door die COVID-situatie, als dat verergert in Nederland, hij ook gaat moeten afzien van het bezoek. En daarom is het van belang dat hij die ruimte wil krijgen met zijn mensen te praten. Als het moet in beperkende vorm, wil hij met Zoom-meetings ook mensen toespreken. Want u begrijpt dat velen hem zullen willen spreken en bezoeken. En we hebben gezegd dat het nu tijd wordt van minder praten en gewoon dingen gaan doen. En er wacht dus een stevige implementatietraject rond wetgeving, rond compliance en een stukje beleid. Dat betekent dat we twee structuren aan het opzetten zijn. Alvast hebben we met DISPO begonnen. Diaspora Instituut Suriname, dat valt onder BIBES, Buitenlandse Zaken dus. Waarbij we nu de structuur al klaar hebben. We zijn nu aan de bemensing bezig en direct aan de front office en de back office body geven. En aan de andere kant in Nederland komt een Diaspora Instituut Nederland. Die via de structuren van de ambassades een rol gaan spelen. Om ook duidelijke communicatie te hebben met de doelgroepen daar. En we moeten eenvormig gaan communiceren hier en in Suriname. En betekent dat je heel veel tijd gaat moeten stoppen in communicatie. De juiste mensen op beide plekken zetten voor het werk dat moet worden gezet. Dan praten we over front officers die in contact zijn met elkaar. Nederland, Suriname of Suriname met andere landen. Die goed kunnen vertalen de ideeën die mensen willen. De aspiraties die mensen hebben, de netwerken. De soort type projecten die ze willen oppakken en dat doorcommuniceren hier in Suriname met de achterban, dat wil zeggen ministeries, dat wil zeggen parastatale bedrijven, andere NGO's of CBO's, community-based organizations, om die dingen te krijgen. Nu is het fantastisch te horen van de president dat hij met zijn regeerteam een 400-tal projecten heeft geïdentificeerd. Naar belangrijkheid 23 geven, hoge prioriteit. En andere misschien wat minder in dit stadium. Maar dat hij zeker april dit jaar, na de urgentiefase, ook een stukje marketing kan opzetten. Wat, omdat al die individuele projecten die zich hebben geïdentificeerd, ook financieringsplannen nodig hebben. Wat zou mooier zijn als je ook je portfolio met je sector en je activiteiten en je projecten ook kan marketing en mee kan nemen. Om te kijken hoe dat deel van de diaspora mee kan denken, mee kan participeren en hun betrokkenheid verhogen. Het zij met kennis, het zij met kapitaal, het zij met anderszins samenwerken. Dus we zitten op een goed spoor. Het gaat nu om alles eraan te doen met allerlei communicatiemiddelen, met dialoog, met een goede verstandhouding. Die twee zaken goed met elkaar te meshen. Vraag en aanbod goed naar elkaar brengen en een goede understanding. Dat gaat niet in één keer. We zeggen ook tegen de president, dat beaamt hij ook, we moeten meer investeren in samenwerking. Er zijn een aantal thema's ook besproken bij bijvoorbeeld diaspora statistieken bijvoorbeeld. We moeten meer gaan bijhouden
wat namelijk het belang en de inbreng is van diaspora mensen. Er zijn schattingen. We hebben ook in het rapport een ruw model ontwikkeld van wat voor soort bedragen. We zijn op pad geweest om goed te kijken welke bronnen zijn de rapporten. Niet zo eenvoudig, maar er zijn schattingen gemaakt en er is een verdienmodel bekeken. We hebben onze strenge criteria gelegd van nou, we moeten toch streven dat er dat soort inzetten toch komen. Jaarlijks komen Surinamers met stevige bedragen in deze economie. We zien dat niet allemaal met onze ogen. Het is verborgen in contant geld. Het is verborgen in goederen, het is in diensten en voor alles. Toeristen, visiting family en friends die ook een heleboel investeringen hier verblijven. Die meer dan 1500 euro per reis uitgeven. Ook aan familie en allerlei businesses is hier. Producten en dienstverlening. Als je dat allemaal optelt, worden bedragen in de orde van zo'n 60 miljoen euro worden genoemd. Je moet zich voorstellen, als dit soort bedragen er niet zouden zijn, wat zouden we krijgen hier? Dus allemaal additioneel op deze economie. Dus die statistieken zijn belangrijk om bij te houden wat die inbreng is. En wij weten op gevoel af dat toch de diaspora altijd al investeert in Suriname. Wat wij doen is nu het legitimeren en zeggen, wij erkennen als regering, we hebben structuren voor gezet en we heten jullie welkom en we gaan samenwerken om die inbreng en die inzet alleen maar te vergroten. De geldigheid van de BASO- en BZV-kaarten met een vervaaldatum tussen 31 juli 2020 en 28 februari 2021 is verlengd tot en met 28 februari 2021. Dat betekent dat tot en met 28 februari de zorg en dienstverlening aan personen die in het bezit zijn van een BASO- of BZV-kaart normaal zal plaatsvinden. Minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die de coördinatie heeft van deze registratie, benadrukt het volgende. Oké, voor de BASO- en BZV-kaarten, voor de mensen die verzekerd zijn, is de dienstverlening verlengd tot en met 28 februari. Let wel, het geldt bij deze dan voor de mensen die verzekerd zijn, waarbij hun verzekeringskaarten te komen vervallen zijn even juli tot en met 31 december. Dus nogmaals, eind juli tot en met eind december, de kaarten die vervallen zijn, dat deze mensen nog steeds kunnen genieten van de diensten tot en met 28 februari. Dus nogmaals, voor wat betreft de kaarten, om dan antwoord te geven voor wat betreft de BASO- en BZV-kaarten. De kaarten die komen te vervallen, of althans de verzekeringen die vervallen zijn geworden in 31 juli 2020. En die van 31 december 2020 nemen we ook mee, de kaarten die vervallen zijn in januari 2021 en ook van februari. Dat deze mensen dan nog steeds kunnen genieten van de diensten tot en met eind februari. Dus tot en met eind februari kunnen deze mensen nog steeds gebruik van maken. Let wel, dat is geheel apart van de registratie zelf. Om nadruk te leggen op dat gedeelte van registraties, tot en met 15 februari, let wel, geen 28, want 28 is de dienst, tot en met 15 februari kunnen de BASO- en BZV-verzekerden met een vervallen kaart, zo ook van januari en februari, dan langskomen bij een van de BASO-kantoren om dan de verlenging te doen. De verlenging voor wat betreft dan een andere kaart, een andere verzekering aan te vragen, oftewel verlengen. Maar dat ik wel nadruk op leg dat er twee datums daar vermeld zijn. En dat is 1, 28 februari, waarbij de dienst eindigt. En 15 februari, waar men dan als laatste dag dan langs kan komen voor de registraties. Oké, om te registreren natuurlijk moet u voldoen aan criteria. Als u zo'n formulier ophaalt bij een van de BASO-kantoren, de RGD-kantoren of een van de STF-kantoren, dat u zo'n formulier dan in ontvangst krijgt, let wel, ontvangen. Graag niet daar in te vullen, maar dan mee te nemen naar huis om in te vullen. Zo ook kunt u ook via onze website www.basiszorg.sr dan uitprinten. Ik benadruk uitprinten van daaruit en invullen met de nodige stukken. Toe te voegen en in een dropbox bij een van de BASO-kantoren dat te droppen. De Brokopondo is dat wel anders. Brokopondo hebben een dropbox in samenwerking met de DC daar geplaatst en zo ook de Marowijnen. Intussen hebben we ook een BASO-kantoor te Komowijnen, want dat heeft natuurlijk zorgt het voor minder spanning, de Gemenelandsweg. Dus vandaar dat ik het meeneem dat ook de Komowijnen u kunt ophalen, zo'n formulier, en ook droppen. Maar let wel,
We hebben een versoepeling voor wat betreft de studenten en ook een versoepeling voor wat betreft de 60-plussers. We houden namelijk rekening mee dat volgens het besluit wat de regering had genomen, dat 0 tot en met 16 jaar en 60-plussers dan automatisch dan, moeten voorkomen in ons bestand om dan verzekerd te worden, geregistreerd en verzekerd te worden. 0 tot en met 16, versoepeling. U zal zich afvragen van waarom een versoepeling. Bij deze nogmaals, het gaat om doelgroepen die al recht op hebben. Dus bij hun hebben we dan nodig dat ze alleen dan langs weer komen voor een registratie door middel van een formulier, kopie ID of kopie familieboek, dat indienen bij ons. Wij registreren of dubbelchecken, we gaan het dan matchen in ons systeem. En aan de hand daarvan kunnen ze dan een verzekering krijgen van ons kant uit. En dan nadruk leggen op 17 tot en met 59 jaar, dat zijn eigenlijk de BZV-verzekerden. Toen bekend meer als on- en min-verzekerden. Dus hun, omdat 17 tot en met 59 jaar nog steeds behoren tot de werkende klasse, zo gaan we ervan uit dat er natuurlijk vanaf 17 jaar tot en met 59 jaar, dat u daar al recht hebt om te gaan werken, dat u daar een plicht heeft als volk, dat u helpt te ondersteunen, toch? Dat het voor de vooruitgang, ontwikkeling van Suriname. Dus bij hun van 17 tot en met 59 jaar hebben we wel rekening mee gehouden dat we daarbinnen ook nog onze zwakke huishoudens hebben. Daarbinnen hebben ook nog de mensen met een beperking die nog geen verzekering hebben. Dus daar hebben we dan ervoor gezorgd dat de doelgroepen onder ons van sociale zaken en volkshuisvesting, waar daar staan ze ook geregistreerd, dat ze natuurlijk ook recht hebben op zo'n kaart, dat ze recht hebben op verzekering. En daar geldt eigenlijk onze BZV-verzekeringkaart. Let wel, omdat de groep daar groot is en daar ook natuurlijk de werkende klasse in voorkomt, hebben we wel gevraagd dat ze dan de verschillende stukken qua criteria, dan meenemen of althans plaatsen als bijlage, dan indienen. Als er eenmaal een criteria van hun dan zal voldoen aan wat wij van sociale zaken of wij van de Basso-kantoren opletten, dan natuurlijk krijgen ze dan van ons kant uit volledig subsidie voor wat betreft hun verzekering. Online, het moet strikt persoonlijk, want het is eigenlijk een verzekering wat wij subsidiëren naar u toe. Dus alleen u kent de situatie waarin u zich bevindt. Maar natuurlijk letten we er ook op dat bepaalde mensen natuurlijk ambtshalve dat kunnen doen. Maar ook dat hun peet of noem maar op, de mensen die hun bijstaan, dat mogen doen voor hun. Maar dat er wel duidelijk vermeld moet worden of onderbouwd moet worden van luister, wij zijn degene die de persoon ondersteunen bij deze. Het mooie van is dat er verschillende gevallen zijn waarbij zelfs kinderen, waarbij zelfs de mensen met een beperking, zwakke huishoudens, dan ondersteuning nodig hebben van onze medemensen. En dat de medemensen hun eigenlijk helpen om ervoor te zorgen dat ze geregistreerd staan bij ons en dat ze dan een verzekering krijgen van ons. Oké, nadat de mensen zich hebben geregistreerd, een aanvraagformulier hebben ingediend, ze zijn door onze hele criteria-team eigenlijk doorheen gegaan. Ze hebben alle procedure doorlopen voor wat betreft hun registratie. Dat natuurlijk van daaruit zij dan een appje, een sms eigenlijk krijgen. We hebben gewoon dan sms, want zoals u weet niet iedereen heeft een smartphone, we hebben rekening mee gehouden. Dus dat er een sms wordt gestuurd, dat ze goedgekeurd zijn geworden, dat ze natuurlijk voldoen aan ons criteria. En dat ze een pasje, een verzekeringspasje, dan kunnen ophalen bij een van de SZF-kantoren, maar bij deze hebben we dan ervoor gekozen dan hoofdkantoor SZF, dat ze daar een pasje dan kunnen ophalen. Let wel, zodra u nog geen sms'je ontvangt, alsjeblieft wacht u gerust op uw sms'je. Er wordt ook dan gebeld als u wilt zien dat er geen reactie is, dat men niet komt ophalen. Dat u dan uw tekst-sms'je zou moeten krijgen voordat u langskomt bij SZF, de hoofdkantoor. Een boodschap naar de samenleving, beste broeders en zusters, let u erop. Zorgt u ervoor dat u tijdig uw registratie komt doen bij een van de Basso-kantoren. Zorgt u ervoor dat u geduldig, dat u rustig dan uw formulier invult. Dat u ervoor zorgt dat u het volledig invult. De stukken bij elkaar probeert te brengen. Het plaats in een enveloppe en een van de dropboxen dan plaatst. Zorg je ervoor dat als uw medemens dan hulp nodig heeft om in te vullen en ze het niet zo goed snappen, helpt u ons. Helpt u ons om ervoor te zorgen dat het werk dan makkelijker en lichter dan wordt. Dat wij als mens dan elkaar helpen. Let wel dat er een datum is vastgelegd voor wat betreft einddatum registratie. En dat is 15 februari. Maar dat de dienst zelf zal continueren tot en met eind februari. En bij deze februari 28 dagen, dus tot en met 28 februari, zal de dienst nog steeds verleend worden aan u. Met zo'n kaartje, met zo'n verzekering van SZF. Maar dat u ervoor zorgt dat voor 15 februari
u uw nieuwe aanvraag, uw registratieformulier volledig hebt ingevuld met alle bijbehorende stukken en dat deponeert bij een van de BASO-kantoren. Let wel, u wordt dan ge-sms'd van dat u een kaart kan komen ophalen, een verzekering, uw verzekeringspasje kunt komen ophalen en dat is de SZF-hoofdkantoor. Dus bij deze vraag ik uw medewerking gezien onze COVID-situatie. Volgt u alle COVID-maatregelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid en zorgt u ervoor dat we elkaar beschermen en dat we dan meewerken en dat we de correcte mediaberichten volgen voor wat betreft dan uw BASO of BZV-kaart. En zorg ervoor dat u tijdig komt registreren, zodat daar geen stagnatie dan plaatsvindt. En dat we ervoor zorgen dat wij gezamenlijk dan dit tot een mooi en bloeiland Suriname kunnen maken, waarbij u degene bent voor wie wij dan werken, u degene bent voor wie wij gaan en dat wij ervoor zorgen dat we klaarstaan voor u. Dus, mijn mensen, uw medewerking om dit lichter te maken en makkelijker en efficiënter te maken door middel van deze aanvraagformulieren dan in te dienen bij een van de BASO-kantoren. Dank u. Er zijn ook psychosociale problemen waarmee militairen te kampen hebben. In gesprek met de communicatiedienst Suriname geeft de minister van Defensie, Krishna Kumari Mathura, aan wat de rol van de afdeling personeelszorg is en hoe de geestelijke zorg eruit ziet. Minister Mathura blikt vooruit hoe het beleid voor de aanpak van de emotionele intelligentie zal zijn. De resocialisatie van ex-militairen met fysieke letsels en psychische problemen is ook van eminent belang binnen het beleid. We zijn als samenleving, maar ook als defensieapparaat, geschokt door de gebeurtenissen van de afgelopen periode, waarbij een militair zijn dochter heeft gedood en zichzelf van kant heeft gemaakt. Het is heel triest en van deze plek uit wil ik beide families van harte condoleren en heel veel sterkte toewensen. Wij als defensieorganisatie zullen van onze kant alles doen om de familie te ondersteunen. We hebben al maatregelen getroffen. Onze dominee heeft contact gemaakt met zowel de moeder van het kind als de ouders van de militair die erbij betrokken is. En wij proberen, en dat is onze plicht, om die ondersteuning te geven aan de mensen. Natuurlijk heeft dit impact op het totaalbeleid. En wij hebben dan gekeken van hoe kunnen we hiermee omgaan. Dit heeft in de persoonlijke sfeer afgespeeld. Maar nochtans is het wel belangrijk om te kijken hoe vaak worden militairen betrokken bij geweld. En zeker huiselijk geweld. En als ik de cijfers bekijk, dan zien we dat we in de afgelopen drie jaren, laat me het zo zeggen, hebben we zeker 5 gevallen gehad van zelfdoding binnen het Nationaal Leger. En we hebben ongeveer 100 gevallen van huiselijk geweld. In 2019 hadden we iets van dicht bij de 100. En in 2020 hebben we ongeveer 87 gevallen gehad. Het zijn aangifte, formele aangiftes bij de militaire politie van huiselijk geweld. En wat we doen als defensieorganisatie is beleid maken. Beleid maken, hoe kunnen we mensen kennis bijbrengen, vaardigheden bijbrengen om met hun emoties om te gaan. Want dit aspect van geweldgebruik heeft te maken vooral met de perceptie over geweld. Hoe denken mensen? Wat zijn hun overtuigingen over geweld? En wij moeten dan in onze opleidingen dit stukje meenemen in de curriculum van al onze opleidingen. Dat geweld, want we zijn in principe een organisatie waarbij militairen getraind worden om geweld te gebruiken. Maar anderszins moeten we de mensen ook trainen om te zeggen van in huiselijke situaties, wanneer het niet nodig is, moet er geen geweld gebruikt worden. Want geweld moeten we afkeuren. Dus dat moeten we benadrukken. Dat hoewel we een militaire en defensieorganisatie zijn en waar mensen getraind worden om geweld te gebruiken, dat niet moet in de huiselijke sfeer. Dus dat moet afgekeurd worden. En het tweede is, we moeten ook die samenleving opvoeden dat we geweld niet moeten accepteren. Dus als er geweld tegen ons wordt gebruikt, dat we meteen
nee moeten zeggen en ook maatregelen moeten treffen, aangifte doen, et cetera, of aan de bel trekken. Dus dat is één kant in onze curriculum, die bewustwording breed in het Nationaal Leger moeten we gaan opvoeren. En dat is de basis, want als iemand beseft dat geweld niet moet en het niet geaccepteerd gaat worden, gaat hij anders daartegen reageren. En het tweede is dat we mensen vaardigheden moeten leren. Want we kunnen iemand zeggen van luister, je moet geen geweld gebruiken. Maar als iemand niet met zijn of haar emoties kan omgaan en er situaties zijn, spanningen ontstaan, dan merk je dat die agressie en die emoties naar boven komen en dat het een automatische actie gaat worden. En daarom moeten we mensen constant blijven trainen om met hun emoties om te gaan. Hoe ze daarmee kunnen dealen en hoe ze met stress kunnen dealen. En dat ze in situaties dan beter kunnen omgaan. Bijvoorbeeld stoppen als mensen emotioneel worden, weglopen, ademhalingsoefeningen, ontspannen, sporten. Een scala van maatregelen die we kunnen treffen om mensen te trainen. Dus dat gaan we doen en we gaan begeleiden mensen ook. We hebben nu in het leger een aantal afdelingen. We hebben de afdeling G5 en dat is waar personeelszorg er is, gehuisvest. We hebben de predikant, de dominee in het Nationaal Leger, die ook de nodige begeleiding geeft. We gaan de procedures en de begeleidingen evalueren en we gaan het nog beter gaan organiseren. En een belangrijk aspect nog dat ik wil benadrukken is, zeker bij zelfmoord of het doden van een andere, een dierbare, merken we dat niet alleen bij Defensie, maar het is algemeen, dat er signalen vooraf zijn. In dit geval ook dat hij eerder had gezegd, ik ga mijn dochter van kant maken. En dit soort signalen zijn enorm belangrijke signalen. Dat betekent dat hij met het idee leeft om dat te doen en dat had er meteen ingegrepen moeten worden. En ik denk dat we die samenleving hierop moeten attenderen, mensen moeten attenderen. Het moment dat iemand dat uit, dat betekent dat die gedachte al leeft. En dat betekent dat hij meteen hulp moet krijgen. Dat betekent meteen dat we actie moeten ondernemen. En die actie kan van elk een zijn. Het kan van de huisgenoten zijn, het kan van vrienden zijn, het kan van collega's zijn, maar het kan ook van professionele groepen zijn. Dus daar moeten we als samenleving naartoe, dat we die voorlichting beter moeten brengen naar die samenleving en mensen wijzen van kijk, zodra iemand dit uit, neem het niet lichtzinnig en ga er niet over, maar neem actie en dit zijn de acties die we kunnen ondernemen. Dat is wat we willen doen. En we hopen dat hiermee het aantal gevallen van huiselijk geweld, maar ook zelfdoding, kunnen minimaliseren. En dat we, het hoeft allemaal niet. En dat we hiermee eigenlijk meer gelukkige gezinnen kunnen hebben in Suriname. En gelukkige relaties kunnen hebben. Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.